Mijn naam is Femke Louise, ik ben 21 jaar en ik doe mee. Ik ga met veel schaamte mijn personal trainer bellen die ik al 3 weken lang heb genegeerd. Ja. Ik ben nog. Ja. Ik ben Faya Laurens en welkom in mijn huis. Hier verzin ik ideeën, hier schrijf ik boeken, hier stuur ik mijn personeel aan. Hier fantaseer ik over mijn leven en hier ben ik moeder. Ja, lekker eten. Ik ben Roos. Ik heb een eigen sportschool. Gewoon lekker huiselijk. Mijn verhaal is dat ik altijd voller ben geweest. Ik zal nooit zo gespierd worden als iemand zonder lipodeen. Hoi, ik ben Linnabel. Ik maak content voor merken voor Instagram. Kijk hoe mijn achterbak eruit ziet. Dat is mijn huis. Hoi, ik ben Evelien. Ik ben een fitnessmodel. Ik ga als eerste beginnen met de Leg Extension. Naast dat ik mama ben ik ook influencer en model. Superleuk zo. Ik ben Faya Laurens en welkom in mijn huis. Hier is het waar de magic happens. Hier verzin ik ideeën, hier schrijf ik boeken. Hier stuur ik mijn personeel aan, hier maak ik muziek. Hier fantaseer ik over mijn leven en hier ben ik moeder. En was in van deze bond. Ja, dit is Daan, dat is mijn vriend. Die is heel erg lief dat hij vandaag aan het koken is, want ik ben eigenlijk aan het werk. Zou je dat zeggen of niet? Ja, lekker eten. Dit is Jim. En hier train ik. Ik doe meestal 's ochtends de deuren open en dan ga ik ook heel veel buiten trainen. Ik doe heel veel touwtjes springen en dat soort dingen. Ga nou eens even weg. Ik loop heel de dag achter me aan. Ja, ik hou zoveel ook van jou. Maar en mijn kantoor is dus echt chaos, want het is natuurlijk veel te klein. Daarom ga ik een nieuw kantoor bouwen. Nou, ik heb hier dus echt 1500 samplezakjes. Dat is voor het personeel van een hele grote keten waar mijn productlijn komt. 200 winkels hebben die, dus er moesten heel wat samplezakjes gevuld worden. Maar zo zie je dus dat het altijd een chaos is hier. Het is meer eigenlijk een huiskantoor. Dus het werd echt ook tijd voor een nieuw kantoor. En dat gaan we dan nu bouwen in de tuin. Nou, dit is de tuin. Dit was eigenlijk bedoeld als paardenstal ooit. Toen ik nog paarden had. Daar heb ik nu helaas geen tijd meer voor. Ja, dit wordt helemaal glas. En als jij mijn zonsondergang ziet die hier is, die is zo mooi. Dat is echt gewoon een droom. Daarvoor hoef je dus niet naar het buitenland of weet ik veel voor naar het strand te reizen. Hier heb je gewoon de mooiste zonsondergang ever. Ik ga jullie aankomende weken meenemen in mijn leven, in mijn privéleven. Je ziet het, ik doe van alles tegelijk. Ik vind alles leuk, ik pak altijd alles aan. Ik moet altijd een beetje focussen. Maar ik wil wel nog eventjes de Duitse markt veroveren. En daar ga ik jullie ook in meenemen. En ook in de bouw van mijn nieuwe kantoor en mijn zwembad en alles erop en eraan. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Thuis je eigen gym hebben heeft natuurlijk voordelen, maar ook echt heel veel nadelen. Want je bent gewoon heel vaak gewoon veel minder gemotiveerd om zelf te gaan trainen. Daarom is het echt het allerbelangrijkste dat je weet wat je gaat doen. Dat je een soort schemaatje hebt en dan weet je ook gewoon, oké, ik ben nog niet klaar. Want anders heb je altijd het gevoel van, oh nou, ik heb nou wel een beetje genoeg gedaan, het is nu wel leuk. Oké, het is vandaag zondag. En we gaan voordat we even een power workout doen. Nog een keer, die vorm heb je echt op het moment. Oké, en alles 10? Alles 10. Dus ik ga even bedenken wat ik ga doen. Ik ga het even allemaal neerzetten en dan let's go. Kom op. Nou, ik heb dat 4 rondjes gedaan, wat je net hebt gezien, en ik sta nu op de trap. En ik ga nu 45 minuten op een hartslag van 130 op de trap staan. Ik train elke dag eigenlijk om 7:15. En dat doe ik juist omdat ik dan om 7:45 klaar ben. Dan kan ik nog een wasje draaien, dan kan ik de afwasmachine leegruimen. En dan zit ik om 8:30 aan mijn bureau. Ik heb dus nu een gesprek met een ZZP'er voor de sales van Killer Body Food. We gaan over 8 weken de markt op. En ja, we moeten gewoon overal liggen. En ik kan het werk in mijn eentje op dit moment niet meer bolwerken. Dus ik ben benieuwd. Nou, we hebben een heel leuk gesprek gehad. You're hired. En gaat van start. Even met deze fantastische liedlijst. Zodat Killer Body Food straks overal ligt. Ik ben Lindsay, ook wel bekend als Linnabel.
Ik ben 27 jaar oud. Ik kom uit Rotterdam. Maar eigenlijk ben ik homeless. Kijk hoe mijn achterbak eruit ziet. Echt helemaal vol met kleding en spullen. Dat ik gewoon nooit weet waar ik weer beland en door heel het land heen race. Ik maak namelijk content voor merken voor Instagram. Dus daarom reis ik heel veel. De ene keer woon ik in Mexico, de andere keer op Ibiza, Bali. Oh, het is ook echt heerlijk weer. We gaan vandaag weer lekker varen. Hallo, yes! Oeh, good high. Een smoothie bowl. Celery juice. En als ik in Nederland ben, dan verblijf ik meestal gewoon bij mijn vader in Schiedam. Ik heb hier de hele zolder en het is eigenlijk meer een soort opslagruimte van heel mijn leven. Schoenen. Koffers. Ik heb nog niet eens uitgepakt. Echt zo erg. Ik ben al een maand thuis. Ik vind het altijd wel grappig dat heel veel mensen altijd denken dat ik een van de prinses ben die alleen maar fancy dingen wil, bla bla bla. Maar dat is echt totaal niet het geval. De komende weken deel ik mijn leven met jullie via het programma Fitness Diaries. Welkom bij mijn allereerste vlog ever. Dit is echt een perfecte dag om te laten zien wat een chaotisch leven ik heb. Het is nu 9 uur 's ochtends. Ik kom net aan in Scheveningen. We gaan vandaag een fotoshoot doen voor een vriendin van mij. Zij maakt gepersonaliseerde kimono's, badjasjes, pyjama's. Het enige probleem is dat ik gisteren naar de kliniek ben geweest. Ik ga maar gelijk met de billen bloot. Ja, ik laat wel eens wat doen aan mezelf. Ik vind het wel heel belangrijk dat het op een natuurlijke manier gedaan wordt. Maar ik heb gisteren dus mijn neus lippenlijn op laten vullen. En mijn lippen een klein beetje bijgewerkt. En de arts had beloofd dat het niet dik zou worden en niet blauw zou worden. Maar helaas, ja, het is toch wel een klein beetje gezwollen. Dus dat wordt make-up. Ik had eigenlijk al make-up op moeten hebben. Maar ik heb mijn make-up 2 weken geleden bij Aniek laten liggen in Utrecht. En nog steeds niet opgehaald. Gelukkig hebben die meiden wat make-up meegenomen, zodat ik meer kan opmaken. Ik woon echt in mijn auto. Zoals je kan zien is het 1 grote bende. Oh, daar zal je Lena hebben, want ik ben natuurlijk weer te laat. Hallo vriendin. Ik ga nog bij je. Ja, ik ben er. Ik loop er nu heen. Oké, zie je. Doei. Doei. Er is ze hoor. Te laat. I know. Mijn vriendelijke vriendin heeft iets heel leuks geregeld. We gaan nu een shoot doen voor de Linda. Yay! Ja, dit wil ik. Kijk, dit is Linda's haar baan. Doe het even voor. Misschien moet je boekje voor je poen aan. There she goes. Kijk. We zijn helemaal altijd fan van Linda's. Ja, beautiful. Yes. It's a wrap. Time to eat food. Ik word zo gelukkig van eten. Ik word altijd daarna ook. Ja, ik zie alleen maar bij jou. I eat. Ik wacht met z'n vrouw. Nou, het is maandagavond. Het is 8:00. En het was een hele mooie dag omdat mijn website live ging. Mijn nieuwe website. En vrijdag ben ik jarig. En dan ga ik het dus promoten met korting en alles. En dat brengt me meteen bij het volgende onderwerp. Ik ben namelijk vrijdag jarig en dan ga ik lekker alcohol drinken. Maar ik ben op 3 juli jarig en ik heb 8 juli een hele belangrijke shoot. En daar zit een onderbroek bij. En normaal let ik eigenlijk helemaal niet meer zo op wat ik eet en hoe ik eruit zie. Ik vind het prima, ik ben gewoon happy met mezelf. Maar als je dan in je onderbroek moet en er staat zo'n heel team omheen en je kent niet iedereen, dan wil je er toch wat beter uitzien. En daarom neem ik jullie de aankomende week even goed mee in mijn trainingen. En om te kijken hoeveel calorieën ik verbrand, heb ik een sporthorloge aan. En helaas verbrand ik niet zoveel calorieën. Ik zat vandaag op 1400 met training. Dus je moet ook echt opletten op je voeding. Dus daar ga ik jullie ook in meenemen de aankomende dagen. Nou, ik heb een vegan shake gemaakt. Vegan proteïne, een bevroren banaan en spinazie. Nou, ik ga nog even een goed boek lezen en dan ga ik lekker vroeg naar bed. Bye! Zo. Goedemorgen, zonder zorgen. Dit is de eerste aflevering van Fitness Diaries.
En ik ben Roos. Nou, ik ben dus net wakker. Ik heb even het gordijn nog eens open gedaan, anders kunnen jullie me wat moeilijker zien. Ik heb nog wel lekker de slaap over je. Maar het is nu ongeveer 7:30. Ik moet om 8:30 op mijn werk zijn. Ik heb namelijk een eigen sportschool. En dan is dit de zaal waar het allemaal gebeurt. En daar werk ik van 8:30 tot 12 en van 4 tot 9 elke dag, behalve vrijdag en zaterdag. Dan werk ik alleen in de ochtend en zondag ben ik gesloten. Dus dat is eigenlijk mijn enige echte vrijdag. Misschien willen jullie trouwens mijn uitzicht wel even zien, want ik woon namelijk aan het water. Ik zit in de auto. Ik ga nu naar mijn sportschool. Het is echt 2 minuten rijden of zo. Dus een beetje asociaal eigenlijk dat ik met de auto ga. Maar ik ga na mijn werk gelijk boodschappen doen. Dus dan denk ik, ja, ik kan maar beter met de auto gaan. Hier is het. Dan kom je hier de parkeerplaats opgereden. En dan is hier de ingang. Mijn doel is eigenlijk om een sportschool te creëren voor mensen die wel willen sporten, maar eigenlijk niet naar zo'n grote sportschool durven. Mijn diploma's. En dan hebben we hier de chillruimte. Gewoon lekker huiselijk. En wat ik ook heel belangrijk vind is om echt naar iemand te kijken en niet gelijk met het vingertje te wijzen van ja, ieder pondje gaat door het mondje, eet maar minder of eet maar gezonder. Kijk, dat is heel makkelijk praten en uit eigen ervaring weet ik gewoon dat het niet altijd het geval is. Mijn verhaal is dat ik altijd voller ben geweest. En ik zal nooit zo gespierd worden als iemand bijvoorbeeld zonder lipodeem. Dus lipodeem is eigenlijk een hormonale disbalans. Waarbij je vet en vocht opslaat in je benen en of armen. En dat door beweging en voeding nauwelijks verandert eigenlijk. En ik wil dus mensen daarin motiveren en inspireren dat het niet uitmaakt of je een bepaalde aandoening hebt of ergens last van hebt of dat je smal bent of wat voller, maar dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt. Ik kom net aan in Rotterdam en ik heb besloten dat ik toch weer wat personal training wil. Raquel gaat me daarbij helpen. Ze gaat voor mij een schema maken voor zowel trainen als voeding. Dus daar gaan we vandaag eventjes naar kijken, zodat ik dat allemaal kan toepassen als ik weer lekker in Ibiza ben. Ik sport nu ongeveer 5 keer per week. Eigenlijk door Instagram, door een fitnessmodel uit Australië. Kijk, dit is de foto waardoor ik gemotiveerd werd om naar de sportschool te gaan. Ik dacht namelijk altijd, oh, ik heb gewoon geen goede genen. Ik had echt 2 botjes. Ik had echt letterlijk 0 bil. Toen ben ik de gym in gegaan en toen ben ik eigenlijk een beetje verslaafd geraakt. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo vriendin. Heb je water, je handdoek? Yes, hou hem in balans, hou hem in balans. Lopen, draaien. Hij maar om. Yes. Yes, 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 yes. Oké, dat was mijn laatste training hier in Nederland met Raquel. Zij gaat een schema voor me maken, zowel voor het trainen als voeding. Ja. En we houden contact als ik in Ibiza ben. Ze houdt me in de gaten. En ja, dat was het voor vandaag. Het zit er alweer op. Ik ga weer terug naar Ibiza. Dan moet ik deze man weer heel lang missen. Sinds kort heb ik een vriendje. En die woont in Rotterdam. Wat ga jij doen? Ik ga jou ook de hele tijd maar missen, denk ik. Nee, ik ga lekker muziek maken. Ik ga sporten. Ga je sporten? Ik ga gezond eten, want dat lukt niet zo met jou. Oh. En dan ik denk dat ik jou weer volgende week zie dan toch? Mijn naam is Femke, Femke Louise, ik ben 21 jaar en ik doe mee. Mensen kennen mij natuurlijk van muziek. Ik doe daarnaast ook nog heel erg veel andere dingen. Ik heb natuurlijk gevlogd vroeger. Ik probeer 3 of 4 keer in de week te sporten. En de ene keer lukt het beter dan de andere keer.
Moet ik gelijk wat opbiechten aan jullie? De aap komt uit de mouw. Ik ben de afgelopen 3 weken niet naar de sportschool geweest. En heb me ook niet bezig gehouden met mijn voeding. Ik moet nu echt gaan rijden. Want June zit op mij te wachten. June maakt mijn documentaire. Daarnaast hebben we ook echt een hele leuke band opgebouwd. Waardoor we dus ook vriendschappelijk met elkaar kunnen omgaan. June! Zeg even dat ik fit ben. Je bent niet fit, ik heb hier een stuk pleisters voor je. Ja, weet je, zij heeft er niet heel erg veel vertrouwen in het fitte leven van Femke. Want ze ziet dat ik natuurlijk nu een dipje heb. En dan denkt ze natuurlijk van, haha, ik zei het toch. Waarom heb jij McDonald's gehaald? Dat was gisteren. Een sapje gaan drinken. Dat was gisteren. Nee. Jawel! Laat me eens kijken. Kijk, ik ben vanaf vandaag weer begonnen met een gezonde lifestyle. Ik vind het sowieso belangrijk om fit te zijn. Sowieso voor je mentale toestand. Maar ik kan niet leven op een eitje en een crackertje en een ditje en een datje. Ik vind wel dat er af en toe wel een lekkere uitschieter tussen mag zitten. Of dat je, als je een dagje geen zin hebt om te gaan, dat je een dagje niet gaat. Ik ga met veel schaamte mijn personal trainer bellen die ik al 3 weken lang heb genegeerd. Hallo. Yo. Yo. Ik ben nog. Ja. Zo, hallo. Vele van jullie meiden die bijvoorbeeld heel erg veel sport en heel intensief sport, die zullen wel denken van wat doet zij. Maar ja, dit is gewoon mijn manier van fit zijn. Goedemorgen. Het is weer zondag, dus zondag is mijn enige echte vrije dag. Ik ga beginnen met de bananen havermoutpannenkoeken. Wat hebben we daarvoor nodig? Banaan, havermout en dan 2 eieren. Dan nog wat kaneel erbij. Ik vind dat lekker. En dan gaan we even blenden. Nou, ondertussen is mijn pan warm geworden. Gieten we het erin. Probeer het vuur niet te hoog te zetten, want de banaan die branden wel snel aan. Alleen ben ik sinds een paar weken weer bezig met het tellen van mijn macro's. Ja, je macro's houden dus zeg maar in dat je je koolhydraten, je eiwitten en je vetten bijhoudt. Vandaag is dus 144 gram banaan, dan havermout. Dus ik zit nu op 521 calorieën. Ik heb hem totaal staan op 1800. Het is klaar! Maar voor mij heb ik het dan op 1800 staan omdat ik 4 tot 6 keer per week train. Ja, ik wil gewoon geen crash dieet volgen. Omdat dat alleen maar je stofwisseling, ja, daar van slag raakt, zeg maar. Eten. Wat ik ook heel veel doe op mijn Instagram is laten zien, niet alleen het perfecte plaatje laten zien. Als in, heel veel vrouwen hebben bijvoorbeeld cellulitis, alleen dat wordt bijna altijd weggefotoshopt. En dat vind ik gewoon super zonde, omdat we eigenlijk kijken naar iets wat helemaal niet echt is. En ons daar dan mee gaan vergelijken en onszelf daardoor minder gaan voelen. Hoi, ik ben Evelien en ik ben 31 jaar oud. Ik woon in Ridderkerk en ik heb een prachtige dochter van 9 jaar en haar naam is Anne-Sophie. Hallo Anne-Sophie. Hallo. Nou, daarnaast heb ik ook een hele lieve vriend sinds 6 maanden en zijn naam is Frank. Ik ga jullie gelijk voorstellen aan Frank. We horen daar al aan. Nee, schat. Heb je gemist? Ik jou ook. Naast mijn vriend en mijn dochter heb ik ook een hele leuke familie, want ik ben echt een familiemens. Mijn moeder die woont echt super dichtbij. Mijn moeder die komt dan gewoon heel eventjes kijken hoe het met de dochter gaat. Dit is Martine en Martine is mijn zusje van 11 jaar jonger. Ik ben 20. En dit is Lydia en Lydia is eigenlijk mijn bonuszusje. Want het is een vriendin en een vriendin van Martine. Hallo. Nou, ik ben een fitnessmodel. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik doe dus fitnesswedstrijden. Ik heb dan hele mooie bikinis aan. Ik ga helemaal aftrainen. En nou, op mijn wedstrijden draag ik mooie outfits. Ik heb ook wel eens een keer een heel gaaf Viking outfit gehad. Omdat ik enorm veel van Vikings hou. Ik heb ondertussen al 29 wedstrijden gedaan. Zo, kijk, heel de prijzenkasten ingericht. Daarnaast ben ik zelfstandig ondernemer en ik help mensen met voeding en training. Ik geef ook personal trainingen. En Duncan doet nog een tijdje bij de personal trainingen en hij is echt al 11 kilo afgevallen. Nou, naast dat ik mama ben, fitnessatleet en zeg maar ook nog zelfstandig ondernemer, ben ik ook influencer en model.
Want ik ben zelf, 13 jaar geleden begonnen toen ik 18 was met deze sport. Nou, ondertussen ben ik dus 31 en ik doe het nog steeds. En eigenlijk groei ik nog steeds elke dag. Niet eens zozeer altijd qua fysiek, maar wel gewoon qua mentaal. En dat is voor mij ook heel erg belangrijk. Vandaag ga ik met Frank een beentraining doen. En ik heb er echt heel veel zin in. Beentrainen is eigenlijk toch wel een van mijn favoriete trainingen. En waarom? Omdat ik vind het gewoon onwijs gaaf om gespierde benen te hebben. Knijpen en die bellen. Zo, nou lekker getraind. Jij ook lekker getraind. Ja, vind ik goed. En vaak na een training doe ik nog even poseren als ik tijd heb. Doordat ik gewoon continu oefen, zorg ik gewoon dat ik soepel blijf en dat ik die poses gewoon onthoud. En zo gaat het steeds beter op podium. Goedemorgen, Zonnezorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik was vrijdag jarig. Ik ben nu begonnen met trainen, want de 14e heb ik de shoot voor Kruidvat. Ik dacht eerst de 8e. En op de een of andere manier word je dan een beetje lakser of zo. Dat je denkt, oh, ik heb meer dagen. Ik kan nog iets langer wijn drinken. Nu kan dat natuurlijk absoluut niet meer. Dus ik ga je even laten zien hoe mijn trainingsschema eruit ziet. Goedemorgen. Morning. Ben je wakker? Wakker geboren. Oké. Soms als ik echt mijn motivatie helemaal kwijt ben, wat ik de afgelopen tijd best wel een paar keer ben geweest, dan neem ik even een personal trainer om eventjes gas erop te doen bij mij. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag staat op het bord 1 dumbbell thruster, dus 1 bam. 1 barbell push press, dus 1. En 1 push-up. 1 push-up. En dan na elke cyclus go, kom maar. 100 meter rennen. Kom je terug, doe je alles 2 keer enzovoort, okay. Tot 10 keer. Nou, ik ben net thuis gekomen. Ik was net in Rotterdam geweest met een vriendin. En nu moest ik op een gegeven moment naar huis, want we hebben straks een feestje, Frank en ik. En dat is het verjaardag en het thema is superhero, dus we gaan ook verkleed. Nou, ik heb dus een hele kamer vol met kleding en ja, allemaal schoenen, bikinis. En hier, dit is ook wel heel erg leuk. Hier heb ik een echte, dit is indianentooi. Hier ook nog. Dit is ook een teamwear, dat draag ik wel vaak op het podium. Dit is geen echt bont overigens, het is allemaal nep. Dus maar ja, nu hebben we een superhero thema. Ik heb een cape en ik heb dan nog een leuk Amerikaans stopje. En moet ik zeggen, ik ben sporter, maar af en toe een feestje doe ik ook wel. En een drankje moet op zijn tijd ook zo wel kunnen. Kijk, als ik bezig ben voor een wedstrijd en dan heel eerlijk, dan ga ik geen drank drinken. Want dat is gewoon slecht voor mijn shape. Dus eigenlijk, ik drink niet heel vaak, maar af en toe een wijntje of zo of een gin tonic. Dat vind ik nog wel eens lekker. Nou, mijn outfit is klaar. Topje, bikini, een cape en een spijkerbroekje en mooie schoenen. Nou, af en toe. Oké, daar komt mijn superheld voorbij. Ik kon ook even door het beeld vliegen. Frank die heeft ook wel een erg leuk shirt aan. Nou, en een cape. Dus we zijn allebei met een capeje. Nou, toch superleuk zo. Nou, wij gaan lekker feesten. Ik heb net eindelijk al mijn spullen uit mijn auto gehaald. Dus vandaag gaan we beginnen met inpakken. Ik heb al zo vaak ingepakt in mijn leven en het blijft gewoon een dingetje voor mij. Vooral omdat ik natuurlijk ook rekening moet houden met outfitjes voor Instagram en zo. Dus ik ben nu alvast allemaal sets aan het maken. Echt super cute. Gisteren was ik nog even snel langs mijn vriendin Kim gereden. Hallo! Zij heeft een boutique in Rotterdam. Love it! Oh ja, die is altijd leuk. Heel erg leuk. Ja, deze zijn wel heel erg leuk, schat. Ja? En ik heb deze outfitjes allemaal uitgezocht. Mooie topjes, een body, lekkere zomerrokjes.
Een pietje, kimono, voor je bikini. Twee broekjes en een crop top. Het is vandaag echt kalote weer. Ik heb dan altijd nog meer zin om weg te gaan. Bah, het is zo grijs en grauw. Ik ben ook alweer helemaal wit aan het worden in mijn gezicht. Dus het is tijd voor een zonnetje. Mijn hoofd is echt zo'n punthoofd, heb ik nu. En nu heb ik hier in mijn toekomstig kantoor allemaal aannemers en elektriciëns, waar ik nu de boel mee moet gaan doornemen. En ondertussen ligt er nog zoveel werk op mij te wachten dat ik echt krankjoren word en dat ik morgen het liefst 10 nieuwe mensen erbij wil hebben.